Nou, zoals jullie kunnen zien, Julia Vorobieva gaat hier werken en ze gebruikt Lady in Red Gel Polish als basislaag. Die basislaag van de Lady in Red is heel erg mooi. Ze gaat nu werken in twee kleurstellingen. Rood met haar op zwart en zwart met haar op rood. Voor de wet in wet techniek, zoals je van Julia Conjurova hebt gezien, gebruiken we top gel uit de pot. Die is wat dikker, wat viskeuzer. En als je dan met de Gel Polish Black as Black werkt, dus niet met liner gel black, maar Gel Polish Black in Black, Black as Black, dan zie je dat die heel mooi uitloopt. Dus eigenlijk hetzelfde effect als een blooming gel of een blossoming gel. Waardoor je die schubben heel erg mooi los krijgt van elkaar. Daarom heet het ook Black Mamba. Het is een reptielenhuidachtig, alligatorachtig design. En wat Julia doet, ze werkt dus in die top gel met daarop die gel polish die dus uitloopt. En ze vult de ruimtes her en der een beetje op. En nu heb je dus het zwart wat op het rood ligt. Dit wordt de andere variant. Dit is een zwarte ondergrond waar ze vervolgens ook diezelfde topgel op aanbrengt. En waar ze met diezelfde gel polish, Lady in Red, hier op de vlekken maakt. Dus eigenlijk het tegenovergestelde van wat ze zojuist heeft laten zien. Het leuke hiervan is dat je op kunt zien hoe je het verschillende manieren die kleuren over elkaar heen kunt gebruiken. En straks ook heel mooi dit naast elkaar ziet. Want het design wordt wel redelijk gelijk. Het effect is alleen heel erg anders. Als je die druppeltjes neerlegt, moet je wel zorgen dat je de druppeltjes neerlegt los van elkaar. Dus dat ze elkaar niet aanraken. En dan zullen ze ook los van elkaar blijven. Als je ze wel laat aanraken tijdens het neerzetten, dan lopen ze elkaar over. De nagels worden schoongemaakt met Prep & Wipe en nu zie je dat matte effect. Er zit natuurlijk topgel onder en dan die gel polish wordt mat als je die niet afzielt. Heel erg cool. De drie producten die nu worden gebruikt zijn de rode glas, gel polish, vervolgens Extreme Matte en daarmee wordt hier een soort tableautje geschilderd, gemaakt, waar straks de bloemen op kunnen worden gemaakt. Het is uitgehard en met Liner Gel White gaat Julia nu weer een soort pioenroos maken. Dat heeft ze vorige week natuurlijk ook laten zien met een blauwe versie. Alleen deze is wat meer gesloten en bij de cuticle aangebracht. Ze werkt steeds op die twee tips. Dus we gaan steeds heen en weer tussen de ene versie en de andere versie. Alles wordt gedaan met detailer nummer 3. En met die detailer nummer 3 breng je niet alleen de bloemblaadjes aan, maar ook als deze zijn uitgehard, de schaduweffecten. De schaduwen worden in dit geval gemaakt met een klein beetje bezemtop en een menging van zowel de red glass als een heel klein beetje van de zwart die is gebruikt, de Black as Black gel polish. Die is namelijk wat transparanter dan wanneer je zou gaan mengen met de liner gel zwart. Die schaduw was er dus over die bloembladeren heen aangebracht, maar de ene keer wat dikker en de andere keer wat dunner. En daardoor krijg je een heel mooi effect, een diepte effect, waarmee je dus heel goed die bloem tot leven laat komen. De ene keer wat meer rood erbij, de andere keer wat meer zwart en daardoor krijg je dus die diepte, zoals ik zei. Wederom met de detailer nummer 3 gaat ze nu de bloembladeren aanzetten. Weer met liner white. En daardoor krijg je dus dat het lijkt alsof die de half in de nagel zit en de half op ligt. Een techniek die echt ongelooflijk is. Zij noemt dit zelf de silk flower techniek of de zijde bloemen techniek. En met deze techniek kun je dus ontzettend veel diepte creëren in een nagel zonder dat die nagel dik wordt. Want je zorgt dat het is puur optisch bedrog eigenlijk. En dat optische bedrog, ja, dat vind ik zo intrigerend. Want als ik hier naar kijk, zeker alleen naar het eindresultaat, dan denk ik bij mezelf, hoe kan je het toch maken? Je moet natuurlijk wel al in je hoofd zien hoe je dat uiteindelijke design wil gaan maken. Ik zie toevallig op Facebook en op Instagram veel van onze trainers in heel Europa die geïnspireerd zijn door Julia Vorobieva. Ook veel nagelstylistes en die dat dan meteen gaan toepassen en ook daar hele mooie varianten op maken. We zijn dus nu langzaam maar zeker de bloem meer aan het sluiten. De kelk van de pioenroos, of minstens het midden van de pioenroos, wordt meer naar over elkaar heen gebracht. Meer rondgewerkt. En na het uitharden wordt daar weer een beetje schaduw aangebracht. En dat schaduw wordt aangebracht omdat we zo direct de nagel gaan afwerken met een laatste laag. Die schaduw moet dus niet te donker zijn, maar ook niet te dekkend zijn. Breng je nou per ongeluk wat te veel aan, dan maak je penseel schoon, neem het te veel van de nagel af. Want je wil wel echt die semi-transparantie over die bloembladeren houden. In het hart van de nagel wordt de schaduw wel wat dieper. Nog steeds met de Detailer 3. Ik vind het ongelooflijk. Gaan ze die hele kleine elementjes aanbrengen. Die hele kleine elementjes die maken het, laten hem echt tot leven komen.
Julia Vorobieva. Volg haar zeker op Instagram, maar ook op Facebook. Want dan zul je constante inspiratie krijgen die je meteen kunt gaan gebruiken als je lekker aan het vreubelen bent met je kleurtjes. Je kunt natuurlijk ook andere combinaties bedenken. Nou, zoals jullie kunnen zien wordt het langzaam maar zeker steeds gedetailleerder en gedetailleerder. En nu die hele kleine blaadjes waarmee de bloem wordt afgesloten of afgerond. Want anders zou het geen begin hebben. Het is eigenlijk de achterkant van de pioenroos die ze zojuist aan het maken was. Nog een aantal bladeren. De techniek die Julia gebruikt, Silk Flowers, is een beetje afgeleid van de Jostevo-techniek. De Jostevo-techniek is een techniek waar je van donker naar licht werkt. Nou, dat doet ze dus hier ook, door constant met die schaduwen te werken en die lagen over elkaar heen. In tegenstelling tot Jostevo kun je dit opbouwen doordat het echt lagen zijn. En hier zie je de twee prachtige resultaten. Dan in het midden van de bloemen worden nog even snel wat chameleon flakes gezet. Chameleon flakes zorgen er ook dan voor dat het oog ook echt het midden van die bloem waarneemt als center. Door die shimmering die daar het design grondt. Prachtige bloemen. Ja, ik noem het pioenrozen. Misschien heeft het een andere naam. Het zijn in ieder geval silk flowers, zijde bloemen. De techniek bedacht door Julia Vorobieva. Ja, jij bent onze Nederlandse Queen of Nail Art. Ik denk dat Julia Vorobieva is onze Russian Queen of Nail Art. Zeker weten. En zo ontzettend inspirerend. Volg haar zeker op Instagram of op Facebook.